Ik ben Anita, psychologe en tabakologe. Mijn tip is, beweeg dagelijks. Denk je nu bewegen, pff, moet dat echt? Word je al moe als je het woord sporten hoort? Heb je absoluut geen zin om je elke dag in het zweet te werken? Het kan ook anders. Bewegen betekent ook niet noodzakelijk intensief of op hoog niveau te sporten. Dat kan natuurlijk, maar het is absoluut niet nodig. Dagelijks 30 minuten bewegen aan een tempo waarbij je hart iets sneller gaat slaan is voldoende. Dit mag ook gespreid worden over de hele dag in blokken van minstens 10 minuten. Wat kun je nu doen om meer te bewegen? Ga wandelen en heb je een hond, ga samen op stap. Dit is goed voor jullie beiden. De trap op en af gaan in het begin langzaam en daarna het tempo verhogen. Heb je geen trap? Dan kun je een paar keren door de knieën gaan met de rechterrug. Bewegen is niet alleen goed voor je gewicht, maar heeft ook een uitstekende uitwerking op psychologisch vlak. Door te bewegen maak je je hoofd leeg en kun je alle spanningen van je afschudden. Dus kom in beweging.